Ja, de strekking van de persconferentie gisteren was glashelder. De maatregelen werken niet, dus we gaan ermee door. Ik ken dat van de opvoeding. Ik blijf gewoon roepen dat de kinderen hun speelgoed moeten opruimen, al heeft dat nog nooit tot resultaat geleid. Maar je blijft toch hopen op een wonder. Het is een wat gewaagde strategie om corona te bestrijden, maar dat de cijfers nog nooit op magische wijze spontaan zijn afgebogen, wil natuurlijk niet zeggen dat het in theorie niet zou kunnen. Je weet immers nooit of er toevallig bijvoorbeeld iemand rond blijkt te lopen met een virus dat precies de omgekeerde werking van corona heeft en dat zich via de rij voor de kerstinkopen bij de Mediamarkt komende week met een krankzinnige snelheid verspreidt. Of dat er in België een lading vaccins van een vrachtwagen valt en via de Maas in het Nederlandse kraanwater terechtkomt en het hele land immuun maakt, behalve dan de mensen die alleen maar water uit plastic flesjes drinken natuurlijk, maar dat is dan hun verdiende loon. Of misschien landt er volgende week wel een ruimteschip met aliens die een kerngranaat bij zich hebben waarmee ze in één klap de hele aardbodem leegvegen. Dan zou het toch zinloos zijn om in deze laatste week op aarde nog heel krampachtig allerlei maatregelen te nemen. Goed dus dat Mark Rutte alle scenario's openhoudt. Ik wil wel graag een ander puntje aan de kaak stellen dat me al een paar maanden dwars zit. Gisteravond was opnieuw de oproep: blijf zoveel mogelijk thuis. Maar als we even naar de cijfers kijken, zien we dat verreweg de meeste besmettingen in de thuissituatie plaatsvinden. Als het thuis zo gevaarlijk is, waarom moeten we daar dan precies allemaal gaan zitten? Thuis is levensgevaarlijk. Meer dan de helft van alle besmettingen vindt thuis plaats. We zouden dus het aantal coronagevallen in één klap kunnen halveren door gewoon niet meer naar huis te gaan. Maar nee hoor, het tegenovergestelde is het geval. We moeten niet alleen thuis blijven in de kerstvakantie, we worden ook nog eens opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Thuis wordt enorm geromantiseerd, terwijl het statistisch gezien een heel riskante plek is om te zijn. En dat is niet alleen maar vanwege corona. Er zijn in 2019 zeven keer meer mensen door een val of ongeluk in huis om het leven gekomen dan in het verkeer. Thuisblijven is dus zeven keer gevaarlijker dan in de auto stappen. Ineens begrijp je waarom de VVD zoveel werk maakt van het asfalteren van alles dat groen is. Als iedereen de hele dag in de auto zou zitten, zou dat alleen al op jaarbasis 4.000 tot 5.000 doden kunnen schelen. Nog los van alle ziekenhuisopnames door dit soort huistuin- en keukenongelukjes, want alleen al in de categorie vallen zijn dat er 70.000 per jaar. En mocht u nu denken, ja, maar dat zijn alleen maar vallende bejaarden. Nee hoor, er komen per jaar ook 200.000 kinderen van 0 tot 18 op de spoedeisende hulp, waarvan de helft door een privéongeval. Een korte blik op de site van het Kenniscentrum Letselpreventie leert ons welke risico's er allemaal zijn met kinderen in de thuissituatie. Want onder het kopje gevaren in huis lezen we over vergiftiging, chemische stoffen, verbranding, verstikking, en dan staat het fucking avocado snijden nog helemaal nergens vermeld. Dus stel daar gerust nog even 10.000 slachtoffers op jaarbasis bij op. Thuis is misschien wel de allergevaarlijkste plek om te zijn, want ik heb het nog niet eens gehad over koolmonoxidevergiftiging en met de deur in huis vallen en tegen de lamp lopen en de muren op je af zien komen. Waarom het kabinet ons zo graag blootstelt aan al deze gevaren is me na 9 maanden corona nog steeds volstrekt onduidelijk. Hoezo werkt thuis? Het is volgens de cijfers juist veel veiliger om op je werk te zijn. Daar vindt slechts 15% van de besmettingen plaats. Bovendien zijn er vorig jaar in totaal 4.474 arbeidsongevallen gebeurd, een fractie van de 100.000 ongelukken in de thuissituatie. En de kans om op je werk te overlijden is bijna 10 keer kleiner dan in het verkeer. Dus niet alleen is werken hartstikke veilig, niet naar huis rijden maakt het nog 10 keer veiliger. Blijf op je werk, dat is het allerbeste om te doen. Je kan er eten bestellen op kosten van de baas, waarmee je meteen een wanhopige restauranthouder steunt. En de kans op besmetting is sowieso al 3 à 4 keer kleiner dan als je naar huis gaat. Lodewijk Asscher zei deze week dat hij een werkloosheid van 0% wil. Nu weten we waarom. Hup Nederland, aan de slag voor volksgezondheid en vaderland. Allemaal naar je werk, want wat er ook gebeurt, met welk halfbakken plan Mark Rutte ons net voor de kerst ook zal verrassen, we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet, nog langer niet. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.